Het is niet we hebben een discussie ja, over wat staat er in het woordenboek. Wat openbaar is, wat niet openbaar is. En openbaring is een deel van de Bijbel. Hey Nick, hallo, prima. Nieuw, de Bijbel. Super tof dat je kijkt naar een gloedje vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker geworden, in ieder geval. Nou, net. Ik ben net aan het openen natuurlijk, dat bedoel ik. En ik heb dingen achter schermen gedaan. Mensen, eigenlijk zou ik vandaag naar Hilversum gaan. Maar dat is helaas niet doorgegaan. En ja, dus helaas. Maar ja, oké, okay, kan gebeuren. En ik ga nu maar klaarmaken omdat ik nog snel te editen. In ieder geval even heel veel, de laatste tijd ben ik echt heel veel aan het schoonmaken. Dat moet gewoon even gebeuren. Want ja, doe ik voor een reden, voor iemand waar ik heel veel van hou in ieder geval. En dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik ga niet verder in de details vertellen wat de reden van is. Maar gewoon, dat weten jullie dat het. Nu maar even. Even snel editen. En zomaar naar binnen kan lopen. Dat is openbaar. Jij? Dit is publiekelijk. Dit is niet. We hebben discussie ja, over. Wat staat er in het woordenboek? Wat openbaar is, wat niet openbaar is. En openbaring is een deel van de Bijbel. Hey Nick, hallo, prima. Nieuw, de Bijbel. We hebben nog iets te bespreken, toch? Nee. Dat is mijn, je zit in de weg. Het zal mijn horens wezen. Lekker, ja, lukt het, Nick? Ja hoor, ik heb het op één. Gefeliciteerd. Nou, dus, maar we gaan even door met de discussie. Nee, want ik heb gewoon gelijk. Nee, je hebt echt gelijk. Ja, dus, je doet het in het publiek, maar niet in het openbaar. Openbaar is een openbare ruimte. Voor mij is dit nu ook een openbare ruimte, omdat er andere mensen bij dus zijn. Dus jij wil zeggen dat zomaar iedereen niet binnen kan lopen? Nee, dit is nog steeds een privé situatie waar niet zomaar iedereen kan binnenlopen. Ik zeg dat. En nou jij weer. Nou jij weer. Nou, als jij bent. Oh. Nou, dat is inderdaad zo, want het is niet zozeer openbaar dat mensen. Het is gênant voor je, dat mag je ook gewoon zeggen. Nee, ik ga deze discussie gewoon aan. Het is okay. Niet zozeer dat het openbaar is, maar omdat er meerdere mensen bij zijn, dus publiekelijk, is het voor mij al openbaar. Ja, maar dan je dat is mijn mening. Dan ik kan mijn mening niet afpakken. Nee, ik kan je mening niet afpakken, maar ik kan je wel vertellen dat zeg maar de definitie van openbaar niet hieronder valt. Voor mij wel. Ja, maar dan komt je definitie. Dit kan blijven doorgaan, mensen. Oké, Nick, leg eens naar. Ze zei iets. Nee. Ze zegt zoveel. Dat ze iets toegeeft, dat het klopt. Als jij zegt dat je weet dat iets niet klopt, maar niet wil toegeven, geef het indirect toe. Ja. Silence! Mensen, laat even weten in de reactie of het klopt. En dan zie je Rick dan liggen dan. Lig je lekker, jongen. Ja? Help mij nou, je moet mij ondersteunen, ja? Maar jij bent. Nee, oh. Jij moet daar gaat meespreken. Maar hoe gaat het verder met de discussie? Ja, goed, ik heb gewonnen, blijkbaar. Ik ga even kijken. Nou, zorg dat ik deze discussie win, maar nu denkt hij dat hij gewonnen heeft. Ik heb ook gewonnen. Nee! Ja! Je moet mij helpen. Zit hij los? Ja, die zit ook gewoon los. Goed bezig. Klootzak. Wauw. Juist. Oh, die. Oeh, risky. Maak hem nog even onstabieler. Lekker bezig, Jasmijn. Ja hoor! Lekker, Nick. Goed bezig, Nick. Blij dat je voor Nick. Hij ligt wel heel mooi op de tafel. Dat wel, ja. Ja. Heb je wel goed gedaan, hè? Serieus, ik had gisteren net gestofzuigd. Oh. Jij bent. Ik, hè? Ik doe er mee. Rick, ik was. Nee, maar. Ik was voor zijn beurt gaan. Oh, Rick. Nu moet je hem terugstoppen. Nu moet je hem terugstoppen.
Ja, maar ja, het heeft dan ook vrij weinig zin. Rick is... Nee, want Rick jij... Is. Oh ja. Nee, want wow. Ben jij los? Het is eigenlijk wel kut tegen de klok in. Jammer, hè? Jij hebt die gekozen, hè? Ja. Shit, sorry. Ik heb ook altijd wat. Nee, chips is het niet. En de soja is er ook niet. Niet? Nee. Toch, Nick? Onwijs. Telefoon weg. Jij bent. Puls, jij bent. Ik moet het bestellen. Ja, je moet het bestellen inderdaad. Ja hoor. Rick. Dank je. Het gaat denk ik het partijtje hard regenen. We zien al bliksem gaan. En echt, kijk wat verschil tussen dat en daar zo. Echt ongelooflijk grijs. Je kan zelfs in de verte gaan zien hoe grijs het is. Niet normaal. Het gaat echt het partijtje losbarsten dadelijk. Ik ben benieuwd waar het regenen. Ik ben klets en klets nat, want ik heb in de regen gestaan. En komt echt letterlijk bak naar beneden. Wow. Ja, ik weet, ik ben gek. Maar dat wist ik al van mezelf. Dat ik in de regen sta. Maar aan de ene kant is het best wel lekker. Al door de al mijn hele hitte. Om nu even lekker buiten te staan, is nu al even lekker. Dus dat was een van de redenen dat ik het heb gedaan eigenlijk. Dus vandaar. Maar ik ga even mijn bril te droog maken. Mijn haar even droog maken. En lekker muziekje luisteren. Maar het gaat echt. Het komt echt gewoon wel warm weer naar beneden. Gelukkig is het daar droog nu. Alleen het zonnescherm wordt nou nat. Dat vind ik niet zo super erg. Want dan kan het toch opgedroogd worden. Maar ik denk wel. De vraag me af, voor mij kan die dan wel snel stuk gaan. Maar dat zie ik zo. En dat zie ik al een keer. Maar ik kom echt letterlijk plakken naar beneden. De knijters. Niet normaal. En doordat ik dit allemaal nu doe, is het nu al lekker aan het dalen. Wat ik ook nu ga doen, is even deze brood even allemaal in een zakje doen en de rest in de vriezer. Want dit wil ik elkaar voor tosti gebruiken, als ik bijvoorbeeld tosti wil maken. Dus gaan we nu even deze brood allemaal in een zakje doen. Dat is ook weer gebeurd, maar als ik zo lekker naar buiten ga staan en ik kijk naar rechts, kijk hoe mooi de lucht het is. Dit bedoel ik, dit is gewoon heel erg ongelooflijk mooi. Hier kan ik echt van genieten, lekker ijsje erbij, lekker naar die lucht kijken. Geweldig is het. Ik kan er zo van genieten om naar de lucht te kijken. En dan word ik echt rustig van eigenlijk. Dan denk ik, wauw. Ik had ook op toen de camping zat. Ook zo ongelooflijk mooie lucht. En wat ik eigenlijk ook kan vertellen is, ik weet voor mensen die het niet weten, er is een brand geweest in Duiven. En ik kon van de camping gewoon letterlijk zien die rook waar het vandaan komt. En dat was van een auto brand, als ik goed zeg. Maar dat is heel raar om te zien. Die zie je gewoon van buiten. En wat ik ook kan vertellen is, toen ik op vakantie was, het was zo ongelooflijk warm ook. Heb ik samen met Sanne, mijn vriendin, 1 dag buiten geslapen. En we lagen er lekker. Maar op een moment, 4 uur 's nachts. Kaboom! Ja, letterlijk harde klap. Ik schrok mij kapot. En dat is raar, heel raar. Ik ben niet bang voor me, maar die klap vond ik wel best schrikkerig. Laten we zo zeggen. Dus ik schrok me kapot. Ik zat even te kijken, maar ik ging even naar de kattenbak. Moet ook proberen, behoeftens. Maar ik schrok echt kapot. En zegt mijn vriendin nog, goedemorgen. Goedemorgen. Wauw, maar oké. Heerlijk mooie lucht. En lekker YouTube kijken. Ik heb echt alleen
zonder scherm iets hoger gedaan, kon de koude lucht nog doorheen komen. Deze heeft zonder scherm omhoog gedaan, om hier ook nog wel koude lucht doorheen te laten komen. Maar dan gaan we nu weer naar binnen toe, want ja, al vind ik het wel jammer, maar ik kon niet blijven staan. Het is wel irritant gewoon om de hele tijd hier te blijven staan. Ik wil ook gewoon gaan zitten eigenlijk, dat is het punt. Nu lekker van ijsje genieten en even lekker YouTube kijken. Ik ben al een tijdje wakker en ik ga nu hier lekker klaarmaken om lekker bed in te gaan, maar ik zit ook al achter de computer, wil ik dingen kijken, hè, maar sommige heb ik op computer al gekeken op YouTube. Ik weet niet of jullie herkenbaar is die juist YouTube kijken en denk je, oh ja wacht, die heb ik al gekeken, oh ja wacht, die heb ik ook al gekeken. Dan weet je helemaal niks meer leuks te pakken. Maar ja, het is ook tijd om te slapen nu. Ik ga dat maar proberen, maar dan nu maar lekker mijn bedje in, nogmaals. En ik kan ook gelijk zeggen, morgen superleuk nieuws om te vertellen. Maar wil je het weten, kijk dan de vlog van morgen. En dan hoor je het morgen. Een superleuke dag wordt het morgen. Ja, voor mij dan in ieder geval. Maar dat is voor jullie dan de dag dat hij online is. Morgen, korte, aparte dag. Nou, apart, leuke dag. Kom nog op terug morgen. Maar, twee dingen trouwens. Morgen is ook wat anders, maar dat ga ik ook morgen maar vertellen. Wil je dat weten, kijk dan de vlog van morgen. Maar wat ik ook nu ga zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Tot dan. Zou het tof zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkje, gewoon een heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij later. En ik zit te denken. Ik hoop niet dat ze deze vlog al kijken. Om met het hele team net even anders heen te gaan. Als verrassing dat zij het niet van weet. Ik kwam aan de deur trouwens. En zeiden ze van. Iemand eindelijk met een goede smaak. Ik zeg ja, ik voel me lekker.